Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Uiteindelijk wint Utrecht met grote cijfers, tikje geflatteerd, maar wel dik verdiend. Leuk dat je kijkt naar FC Utrecht TV, waarin we, ja, dat zal je ongetwijfeld niet verbazen, vol gaan nagenieten van dat doelpuntrijke waterfestijn hier in Stadion Galgenwaard. We zijn aanwezig bij FC Utrecht onder de 16. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de wedstrijd van aankomende zondag, want dan gaat Utrecht op bezoek bij Vitesse. Denk je aan dat duel, dan kom je toch ook een beetje uit bij de man die bijna 50 duels speelde voor de Arnhemmers. Ruim 100 voor FC Utrecht, maart 2003. Toen speelde hij met Utrecht tegen Vitesse. En is je treft zeker. Wat een lekker doelpunt. Het shirtje gaat uit. Ik heb het natuurlijk over Stijn Vreven. Stijn, onwijs leuk dat je er vandaag bent. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Leuk om terug te zijn. Ja. Ja. Een paar maanden zonder club. Je laatste avontuur bij AS Trent zien. Maar nu dus vol bezig met een trainerscarrière. Ja, hoe gaat dat tot nu toe? Want je bent alweer een jaar of 10 trainer. Ja, en dat gaat zoals het een coach betaamt. Met ups en downs. Maar gelukkig ook al hele mooie momenten gehad in mijn trainerscarrière. En nu weer wachtend op een volgende avontuur. Ja, 15 jaar als profvoetballer, 10 jaar als trainer nu. Wat ligt je eigenlijk het meeste? Nou, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die daar gaan antwoorden wat ik antwoord. Maar ik vind het eigenlijk wel misschien nog net ietsje leuker coach zijn dan voetballer. En natuurlijk, voetbal is mijn passie en ik speel dit spelletje ontzettend graag. Maar als coach heb je net iets meer in de hand. Hoe de tactiek is, hoe je een team klaarmaakt, psychologie van het spelletje, et cetera. Ja, dat heb je allemaal, daar ben je de rode draad in. En als speler ben je gewoon een onderdeeltje van het geheel. Dat is totaal anders. Dus ik heb beide leuk gevonden, maar ja, goed, de trainer zijn ligt nog wel nauw in het hart. Ja, je zal ongetwijfeld met bovengemiddelde interesse kijken naar FC Utrecht. Ja, wat valt je op aan het spel van FC Utrecht? Geniet je er bijvoorbeeld van? Ja, absoluut. En ik denk ook dat Utrecht terug in de flow zit waar het een aantal jaren geleden heeft ingezeten. Vooral voor de corona ook. Daarna was het, ja, is het met ups en downs gegaan. Maar als je nu ziet, ze doen gewoon, en dat geeft de rangschikking aan, ze doen gewoon mee voor het kampioenschap. En als je dat kan doen als Utrecht zijnde met kleppers als Ajax, PSV, waar je gewoon bij in de buurt staat, ja, dan doe je het gewoon enorm goed. Ik heb ze op tv gezien en ja, geweldig natuurlijk. Hè. Willem II dat ook aan een heel goed seizoen bezig is als je dan 5-1 wint. En ze zitten ook in de flow dat het ook een beetje mee zit. Met de 2-1, een bal op de paal van Willem II, dat kan de wedstrijd weer een ander schwung geven. Maar goed, je zit ook door hoe je speelt, door hoe het team in elkaar zit, dwing je dat ook een beetje af. En de overwinning is zeker niet geflatteerd, is absoluut verdiend. Ja, wellicht hebben supporters thuis de wedstrijd uiteindelijk gekeken in het stadion. Of net als Stijn lekker thuis voor de buis. We gaan nu even vol nagenieten omdat het kan van die wedstrijd van afgelopen zondag. Gezellig vol is het in Utrecht. Wel hard voor moeten knokken en ook om moeten gaan met natuurlijk barre weersomstandigheden. Silla die de bal nu wel binnenhoudt. Overstapje slim. Dan komt Ramslaar in de rebound en dan ramt hij hem binnen. Ja, ik dacht ik moet gewoon in de positie komen en ja, dat kwam ik een aantal keer goed. Meegelopen weer, Ramselaar, weer gekeken en weer geschoten. De eerste drie van Bart die komen wel voort uit van hey, we willen tegen Willem II een aantal dingen doen. Om uiteindelijk in hun 16 te komen en goals te willen maken. Eén kans, één goal. Drie doelpunten, heel blij mee. Ja, het is de eerste keer dat ik een hat-trick maak in mijn carrière in het profvoetbal. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Eentje met hulp van. En deze zweeft prachtig binnen. Utrecht op 4-1. Ja, dat is een mooie binnenkomen. Mo Malahi. Mooie invalbeurt voor mij, ook een mooi moment. En met de goal natuurlijk als beloning. Dus ja, heerlijk. Het was echt ja, een beetje een mo-actie die je 1-1 op zoek naar binnen kapt. En ja, op die manier ja, had ik hem nog niet zo vaak een goal zien maken met zijn linkerbeen. Maar zat er echt geweldig in. Komt er nog een vijfde? Ja, die gaat er komen. Daar is hij. Maak je trots? Absoluut trots. Want, nogmaals, we hebben hem niet cadeau gekregen. Maar als je dan toch 5-1 wint, terwijl je een paar weken geleden nog eens met dezelfde cijfers eraf gaat, dan is dat wel heel mooi.
Ja, heerlijke beelden. 3 punten in stadion Galgenwaard. Het gat met Willem II vergroot en bovenal het behoud van die 3e positie in de Eredivisie. Jij hebt gespeeld bij FC Utrecht van 1999 tot 2003. Ja, zijn er nog contacten die je hebt onderhouden met bepaalde mensen uit die tijd? Ja, goed. Mijn grootste contact gaat nog altijd met Harold Wapenaar. Als we, ook niet extreem veel meer, want je gaat altijd, iedereen gaat zijn eigen weg. Hè. En vanuit mijn tijd veel trainers geworden. Ja, en dan verwatert contact nog eens. Maar als we een reunie hebben, dan is het toch altijd een heel leuk weerzien, sowieso. Ja, jij hebt ongetwijfeld een goed gevoel bij FC Utrecht. We hebben afgelopen zondag gevraagd, Stijn, wat supporters op dit moment eigenlijk voor gevoel bij jou hebben uit die tijd bij FC Utrecht. De Indiaan natuurlijk. Ja, Indiaan. En iemand die er vol 100% op gaat. Ja, wilde bras. Lang haar. Gek Indiaan. Als er een wedstrijd dood bleek te bloeden, dan was hij wel degene die iemand over de boarding heen trapte, zeg maar. Dus ja. Als iedereen dezelfde inzet zou hebben zoals hij altijd had, dan zouden we elke wedstrijd winnen, denk ik, op kracht. Passie bij onze club, passie en strijd, mouwen opstropen en altijd vol ervoor gaan. Wat zou je hem willen vragen? Ja, wanneer kom je Utrecht trainen natuurlijk? Ja, dat is natuurlijk een logische vraag. Weet ik wel zeker dat we van de 34 wedstrijden 30 met de assistenttrainer op de bank zitten, maar... Ja, dat zou eigenlijk mijn ding zijn. En dan gewoon eens de spelers aanleren van hoe ze de volle 100% erin kunnen gaan. Of hij nog steeds voor FC Utrecht is? Ja, dat wil ik weten. Een mental coach? Juist, onder andere. Ja. Stijn Vreve is denk ik wel een van de culthelden van Utrecht geweest in die afgelopen jaren. Mooie woorden, hè? Ja, leuk om te horen. Hè. Na al die tijd... betekent toch dat je iets betekend hebt voor de club. En zoals zij het verwoorden, voel ik het ook. Ik heb hier met hart en ziel gespeeld, alles gegeven. Iedereen weet dat ik niet de beste voetballer was, maar ik speelde wel met een passie en mentaliteit dat absoluut bij deze club paste. En het is ook zoals de supporters zeggen, ja, als ik voelde dat de wedstrijd nog maar een beetje qua intensiteit minder ging, dan deed ik iets dat ik het publiek weer wakker kreeg, dat het achter de ploeg ging staan. En het heeft ons geen windeieren gelegd, hè, want we hebben een succesrijke periode gehad. Hè. Elk jaar Europees voetbal gespeeld, 2 bekerfinales, 1 gewonnen. Eigenlijk 2 gewonnen, maar 1 is afgepakt door Ajax. Ja, de vraag is ook makkelijk te beantwoorden. Wat voel je nog voor FC Utrecht? Ja, ik zal altijd een rood-wit hart blijven hebben. Hè. Ik heb dat ondertussen ook wel een beetje benak gekregen, maar door mijn spelerscarrière is Utrecht wel mee. Het nauwst aan het hart gebleven. Ja, het is misschien een hele makkelijke aanname van mij, maar jij was 29 toen je Belgisch international werd. Dat was in 2002. Is dan een 1-1-2 dat je beste tijd bij Utrecht was? Ja, maar ik heb ook mijn beste tijd gehad bij Utrecht. Je wordt niet zomaar international. Dat had ik te danken aan FC Utrecht, aan mijn collega's. Dus het is echt wel... Daarom vergeet je die tijd ook sowieso niet meer. Ja, de samenhorigheid met de supporters, de waardering van beide kanten, dat gevoel wanneer ik op het veld stond dat ik al die mensen achter mij had, dat zij apprecieerden wat ik deed voor hun club, ja, dat staat mij nauw aan het hart. En dat is veel belangrijker voor mij dan die beker in de lucht steken of het Europees voetballen of whatever. Het warme gevoel, zeker. Ja, bestaan er eigenlijk nog Vrevens in de Eredivisie, kunnen we zeggen, maar in het bijzonder FC Utrecht? Nee, maar dat kan ook niet meer. Ik zeg, je kan tijden niet veranderen. Het is allemaal door de camera's en door de media is het allemaal een tikkeltje moeilijker geworden qua intensiteit. Ik vind dat ook jammer, want ik vind dat de VAR letterlijk een tikkeltje intensiteit van de wedstrijd afpakt. Want anders, alles ligt onder een vergrootglas, alles wordt 10 maal bekeken. Ja, goed, bij mij was er nog altijd twijfel. Was het nou een fout, was het geen fout? Ik zocht ook bewust het randje op. Ja, nu is het randje eigenlijk al erover voor de VAR. Dus het is een andere tijd, maar ja, goed, ik zie wel nog een aantal spelers. Van de Marel is toch ook een clubicoon. Jans ondertussen ook. Zijn toch wel echte typische Utrecht-spelers die nog altijd gewaardeerd worden. Ja, type Utrecht-spelers, waarbij natuurlijk de vraag is of ze bijvoorbeeld rondlopen in de jeugdopleiding van FC Utrecht. Het antwoord is zonder twijfel ja. Maar wie door gaan breken, dat is nu nog de vraag. We gaan kijken naar een samenvatting van FC Utrecht onder de 16 tegen de leeftijdsgenoten van Den Bosch. En na 10 minuten spelen, Amir Saleh. Hij krijgt de kans, maar komt niet verder dan de doelman van Den Bosch. Scoren, dat is het handelsmerk van FC Utrecht onder 16. In de eerste 8 wedstrijden heeft de ploeg maar liefst 35 keer gescoord. En dit is nummer 36. Met enig geluk, Tijn den Bogende
Maar als we goed in de herhaling kijken, dan zien we dat FC Den Bosch-speler Sil van den Boer via ploeggenoot Lasse Pedersen de 1-0 maakt. En dat is de thuisgoal dus voor Utrecht. In de tweede helft blijft Utrecht aandringen. Gustav Arkos Zoetquist, maar dan is het de paal. En Den Bosch die krijgt die bal maar niet weg. En dan Tichon van Gunter is alert en scoort de 2-0. En Utrecht krijgt daarmee loon naar werken. En zo lijkt het de 8e overwinning te worden van het seizoen voor de ploeg van trainer Kevin van Veen. Maar Den Bosch geeft niet op. Cedra Imbait omspeelt Gunter en daar is de strafschop van achteren geraakt. En net was Gunter nog de held, maar nu brengt hij zijn ploeg in de problemen. Imbait neemt de penalty zelf en Giles Samson stopt de strafschop. Doet hij uitstekend dan in het slot van de wedstrijd. Salé en de bal bij Olivier van Zijl. En die houdt de controle en zorgt voor de 3-0. De aanvoerder vanaf zijn 9e speelt hij van Zijl al bij FC Utrecht in de academie. En nu 7 jaar later bepaalt hij tegen Den Bosch de eindstand op 3-0. Van Zijl was blij met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Maar ook dat ze geen tegentreffer kregen. Ja, wel mee bezig om de 0 te houden. Ja. Toch wel lekker voor de keepers en de verdedigers om de 0 te houden. Ja, dus toen die penalty kwam? Nou, toch wel opluchting dat je hem houden. Ja. Heb je hem bedankt? Ja, zeker. Ik heb hem net even bedankt aan de kleedkamer. Kijk, en daar staat hij ook voor, maar hij doet het uitstekend. We hadden het er voor de wedstrijd nog over met elkaar, dat hij lang moet blijven wachten maar een strafschop. En ja, dat deed hij ook. Dus vind ik hartstikke mooi voor JL dat hij die strafschop pakt. Ja, en uiteindelijk is dat misschien nog wel even wat ons over de streep trekt op dat moment. En waardoor we die overwinning vrij gemakkelijk naar ons toe trekken. Hoe kies je bij een jeugdteam een aanvoerder? In ieder geval een speler met voorbeeldgedrag. Nou, en Olivier is zeker een speler met voorbeeldgedrag. We hebben meer van dat soort jongens hoor. Dus zullen misschien de aankomende tijd ook nog wel wat andere jongens de revue passeren als aanvoerder. Maar Olivier is ook een speler van die zijn verantwoordelijkheid neemt, zijn gedrag en zijn houding goed heeft. Ja, toch gewoon mooi dat je de leiding mag hebben over het team binnen en buiten het veld. Ja. Wat zijn dingen die volgens jou belangrijk zijn voor een aanvoerder? Binnen het veld het coachen van het team, moet druk zetten bijvoorbeeld. En buiten het veld alle zaken regelen. Esjes naar het veld, ballen pompen en zo. Zijn jullie te goed voor deze competitie? Nou, als je de stand op de ranglijst bekijkt wel. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat wij ook wel toe zijn aan een nieuwe prikkel. We hebben wel een aantal sterke tegenstanders in de competitie. Maar ook een aantal waarin het allemaal net even te makkelijk gaat. Dus het is aan ons om ons zo snel mogelijk te plaatsen voor die competitie. En dat hebben we zelf in de hand. Dat moeten we zelf bewijzen. Een 3-0 overwinning voor FC Utrecht onder de 16. De mannen die dus bezig zijn aan een heerlijk seizoen. Jij Stijn bent op dit moment clubloos. Maar wat zijn eigenlijk je ambities voor de komende maand of de komende jaren? Ja, ik ben nu aan het wachten tot er weer een club komt waar ik met de volle goesting naartoe wil gaan en achter staan. Het is ook de eerste keer in 11 jaar als coach dat ik niet aan een seizoen begonnen ben. Inclusief mijn spelerscarrière. Dat is wel raar. En dat begint nu ook wel weer te borrelen. De energie is er, die is er altijd. Maar ja, als je even geen club hebt gehad, dan is dat nog een beetje extra. Dus ik hoop dat er snel weer een mooie club komt, dat we er vol tegenaan kunnen gaan. Ja, te borrelen, is dat een avontuur in bijvoorbeeld België? Is dat Nederland, de Eredivisie, de Eerste Divisie? Waar gaat je gevoel naar uit? Nou, ik ben ondertussen wel een wereldburger geworden. Hè. Als speler heb ik toch in 4-5 landen gespeeld. Als trainer ben ik ondertussen ook al in 3 landen op het hoogste niveau coach geweest. Dus wat dat betreft is het niet zo belangrijk. Maar natuurlijk, België, Nederland spreekt me natuurlijk het meest aan. En, ik vind het ook wel jammer hè, dat ik daar nog niet meer in aanmerking ben gekomen. Ik denk dat ik eerlijk mag zeggen dat ik Benac heel goed heb gedaan. Hè, anderhalf jaar coach geweest. Promotie en daarna de handhaving in de Eredivisie. Gepromoveerd, dus, gehandhaafd. Als promovendus 2 keer van de regerend landskampioen gewonnen dat seizoen tegen Feyenoord. Dus dan hoop je natuurlijk dat er wel clubs geïnteresseerd geraken. Maar ik moet ook de handen in eigen boezem steken. Hè. Er wordt hier wel een beetje inderdaad gezegd van die schorsingen. Perceptie is iets raars, is iets vies ook. Daar heb je dan soms tegen, hè, want dan gaat het alleen maar over de schorsingen. Terwijl we ook gewoon heel goede resultaten hebben gehaald. Dus daar heb ik van geleerd. Die schorsingen zijn nergens voor nodig. En hopelijk kunnen we die perceptie nog omdraaien. Ah, je bent nog jong genoeg, dus nog een hele trainerscarrière uiteindelijk voor je, toch? Ja, zeker. En ik ben ook heel ambitieus. Dus the sky is the limit. Ik wil, nog, zoals ik al zei, ik heb al de ups meegemaakt als trainer. Ik heb ook al de tegenzijde gezien.
Dus, maar dat hoort er ook bij, daar word je sterker van, daar gaat je rugzak voller van zitten. Dus ja, uitkijken wat weer gaat volgen. Ja, wie ook ambitieus zijn, dat zijn de mannen van FC Utrecht. De mannen van René Haken, die zijn natuurlijk nu in volle focus op de wedstrijd van aankomende zondag. Want dan gaan zij op bezoek bij Vitesse. We gaan voorbeschouwen op dat duel. Sowieso voor Utrecht een historische seizoenstart. Dus ook die 8 jaar natuurlijk dat ik er ben. En, ja, ik kan me eigenlijk niet anders herinneren dat we altijd in de achtervolging moesten. En dat voelt wel heel lekker natuurlijk. Alleen, je bent op een derde van de competitie. Dus nu is er nog niks te verdelen. Dus we moeten zorgen dat we daar, natuurlijk heel lang blijven staan. I think we have a very good atmosphere now in the trainings, in the dressing rooms. All the players have psychology to play. En dit is de most important voor ons. Deze zweeft prachtig binnen. Mo Malai. Die steeds vaker bij de selectie wordt gehaald. Dat is dit seizoen echt onze kracht tot nu toe gebleken. Dat we echt een hele grote basisgroep hebben. Ik denk 17, 18 jongens wel die echt strijden iedere week om een plek. Ik denk dat je wel kan zeggen dat de sterkste selectie hebben waar ik in heb gespeeld. Ja, en ik heb ook het gevoel dat... Er zaten in de afgelopen seizoenen soms nog wel eens een paar series tussen van bijvoorbeeld 3 à 4 wedstrijden met nederlagen en gelijke spelen. Er komt er zo'n fikse kater tegen AZ, maar dat lijkt wel een incident te zijn in plaats van dat het dan ook meteen een vervelende serie inluidt op dit moment. Ja, dat klopt en dat is ook uiteindelijk wat denk succes bepaalt. En ik denk dat we dat al sinds de winterstop vorig jaar goed voor elkaar hebben. Dat we toch gewoon hele periodes achter elkaar resultaten kunnen halen. En ik denk dat we nog echt wel echt kunnen verbeteren. Tasos Doufikas begint zijn draai steeds beter te vinden bij de Utrechters. En ook het spreken van de Nederlandse taal gaat de 22-jarige Griek goed af. It's going better and better, I think. Yeah, I understand a little bit more some words. I start lessons also every Tuesday 6 o'clock. I speak to you, I think, 6 or 7 weeks ago. What are the things on the pitch you improve the most by yourself, you think? I think a lot. With helping with the coaches and all the staff. I think running in the space make myself a little bit more flexible in some movements to take the ball without the player behind me. So yeah, it's a lot of things that are improved right now. Vitesse staat 5e met 19 punten. De ploeg uit Arnhem boekt vooral buitenshuis de successen. In het eigen Gelredome werd er dit seizoen pas 1 keer gewonnen. Wij winnen wedstrijden niet heel makkelijk. We moeten er gewoon heel veel voor doen. En Vitesse zal gebrand zijn om het gat te verkleinen richting ons. Het verandert qua druk. In die zin ook niet voor ons. Wij willen natuurlijk heel graag die wedstrijd winnen. En we weten nogmaals dat we een hele moeilijke wedstrijd tegemoet gaan. En, alleen wij kunnen natuurlijk een geweldig mooie stap maken aanstaande zondag. Meijers vrije trap. Schiet door. Schiet helemaal door. En gaat erin via Jansen. Het is 1-1. Nou, ik denk wel dat onder René Haken als trainer dat ons spel wel directer is geworden en sneller. Ja, dan is het ook wel lekker dat de spelers voorin ook in vorm zijn. Ook het net weten te vinden en het durven, vertrouwen hebben inderdaad om durven uit te halen. En dan zoals gisteren die derde met Van Bacht, die 3-1. Dan heb je ook een keer geluk, weet je, dat hij via een been wordt veranderd. Maar als je niet schiet, dan kan je ook niet scoren. Vitesse en FC Utrecht, 2 ploegen die aan het eind van het seizoen zonder twijfel niet al te ver van elkaar zullen eindigen. Maar wie van de twee gaat het hoogst eindigen, Stijn? Ja, dat is moeilijk, omdat het zijn 2 clubs die echt wel in vorm zijn. Hè. Zowel in de competitie van de laatste 5 duels hebben beide clubs maar 1 wedstrijd verloren. Dat is echt veel. Hè. Dan ben je echt wel aan een goede reeks bezig. In de Conference League doet Vitesse het natuurlijk geweldig als je Tottenham kunt verslaan als een Nederlandse club. Is zeer mooi, dus dat zal een close call zijn. Maar ik denk dat beide ploegen gewoon tot op het einde gaan meedoen. En op het einde van het seizoen ook wel een prijs à la Europees voetbal. En wie weet... zelfs iets hoger, alles kan in het voetbal gaan pakken. Dus
Ik ben benieuwd, maar het gaat een mooie strijd worden. Ja, Utrecht net iets hoger, kom op. Sowieso ligt mijn hart nauwer bij Utrecht. Ja, snap ik. Dan de bekerloting, want Utrecht heeft natuurlijk NAC geloot. Een wedstrijd die gespeeld gaat worden in december. Nou ja, vertel het, maar hoe gaat Utrecht een avondje NAC overleven, Stijn? Ja, in ieder geval een heet avondje. Ik vind dat beide supporterskernen zijn absoluut te vergelijken. De warme gloed in het stadion, de sfeer, de passie vliegt er vanaf bij beide clubs. Dus Utrecht zal top moeten zijn, zal een goede wedstrijd moeten spelen om NAC te verslaan in eigen stadion. Want het kan daar wel spoken, zeker weten. Maar goed, als je de selecties naast elkaar legt en Utrecht is gefocust, wat ze altijd zijn in de beker normaal, hè, is toch wel echt een cupfighter FC Utrecht. Dan moeten ze gewoon verder kunnen bekeren. Stijn, onwijs dank voor je komst. Helemaal vanuit België naar Utrecht gekomen. En ik hoop je heel snel langs de lijn te zien, waar dan ook. Dank je wel. Ja, en aankomende week is er natuurlijk geen competitievoetbal, want er is weer een interlandperiode. Maar we zijn er wel met een kerstverse uitzending van FC Utrecht TV. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Daar is Mertens, het zal toch niet? Het zal wel! Het is 2-0 voor Utrecht. Keller, daar is de gelijkmaker helemaal. En die komt dan op naam van Loval. Schot van Maher en daar is de gelijkmaker. Kan het zomaar 0-4 worden en dat wordt het ook.